met groep DPNL met vandaag een nieuwe video en vandaag ben ik hier met een nieuwe 133 fut draft. Ja, en deze keer ga ik hem gewoon halen, ik weet het zeker. Vorige keer waren er allemaal vrij positief over mij. Ze waren best wel van, nou Koen, ja, het was gewoon, ja, matig. Maar het was niet echt dat ik er vandaag kon doen, de spelers zelf waren gewoon matig. Alleen ik kreeg een tip en die zei, Koen, ga het in de avond opnemen. Want in de avond krijg je betere drafts, of zo. Blijkbaar is dat dus een ding. Nou heb ik er vanmiddag al wat opgenomen, maar dat was echt, ja, echt allemaal kak, echt allemaal slecht. En nu is het dus 1:15. En ik ga nu een paar drafjes doen. Ik ben oprecht heel benieuwd of dit iets gaat uitmaken. Ik kan me niet voorstellen. Doe in ieder geval zeker een duim omhoog als je dit leuk vindt. En abonneer op mijn kanaal, kan hier beneden. Laten we maar gaan kijken. We gaan voor deze. De 352. Laten we die eens proberen. Kijken we goed beginnen met een goede speler. Eusebio. Nooit gehad. Overdag. En nu is het nacht. Ja, ik krijg hem net. Dat is ongekend. Oh, 6 Ronaldo. Wel een keer gehad, maar niet samen met Eusebio. Die perfect linken samen. Ik vind het opvallend. Ja, in ieder geval, dit begin is best aardig. Maar we hebben betere spelers nodig. Ja, gaan we maar voor Ziyech, want die is hoogst. Nou, een Kante dan nu. En weer slecht. Oké. Nee, ik zie het. In de avond krijg je echt goede spelers. Ah, hij is zoals triest, mensen. Even serieus. Maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. We kunnen nog altijd wat goed krijgen. Kijk, 37 GA, hoppakee. Die hebben we nodig. Mensen zeiden ook van, ja, je moet eerst je bank doen en zo. Maar volgens mij werkt het niet dit jaar, dus dat ga ik niet doen. Boom. 97 Neymar, wat dachten we daarvan? Kijk, neem meenemen die vent. We hebben nu wel al 3 titels hier, 91 rating nu. Oké, okay, dat is lekker. Moet alleen even centerbacks hebben, man. Boom. En de spits zou ook niet verkeerd zijn. Kijk, we hebben hier Coutrone. Nou, die past natuurlijk best wel goed in mijn team. Past hier best wel goed. Kijk, plus 3 chemistry. Hoppakee, dan doen we zo. Hop, boom. 92 rating, natuurlijk. Natuurlijk, mensen. Dit gaat hem worden. Boom. Oeh, Douglas Costa, die past wel perfect in. Want ik heb natuurlijk Ronaldo. Ah, plus 9, kijk. Dat ziet er al een stuk. Ah, kijk, 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 kijk. Ik heb een hele slechte verdedigers. Ik moet echt goede verdedigers hebben. Kijk, dit heb ik dus nodig. 94 Marcelo. Boom. 92 rating. Oké, let's go. Dit ziet er goed uit, mensen. Dit begint al heel aardig. Boom. Het is matig, gewoon mensen. Ja, leuk en aardig. Hebben we verder niks aan. Parejo hebben we wel wat aan, maar die kunnen we hier neerzetten. Dan hebben we plus 4 chemistry. Weer kut zeker. Nee, goed. Oeh, ja, Overmars helemaal niet goed. Krijgen we wel een goede keeper. Schmeichel. Geen rating erbij, helaas. Kunnen we Schmeichel nog wel in, maar chemistry halen we toch echt bij lange na niet, om heel eerlijk te zijn. Hoe kan hier nou de chemistry naar beneden gaan? Ik snap dit niet. Oh ja. Oké, okay, is hem helaas niet geworden. Maar mensen, ik zie oprecht potentie. Het ziet er oprecht beter uit dan eerst. Ja, je zult het misschien niet zeggen. Maar ik haal gewoon spelers die ik eerst niet zou krijgen. In de nacht draft dus is beter. Op met de volgende draft. Volgende draft. Let's do this. Geef me even een lekker opstellingje. Maar ik weet niet echt wat lekkere opstellingen zijn. Mensen, laat alsjeblieft achter welke opstelling goed is. Ik heb echt geen flauw idee. Oeh, 38 Maradona. Yes. Geef me die Pelé. Geef me die Pelé. Oeh, Socrates. Oeh, Neymar Junior. Moet ik eigenlijk voor gaan, hè? Socrates eigenlijk. Ik ga bij Socrates denken. Want die zorgt voor de chemistry, mensen. 90 Arthur. Oké, okay, dat is niet verkeerd. En die heeft een perfecte link met die Socrates. Oké, okay, die is heel slecht. Ja, dat is echt drama. Ik heb te veel spelers die wel heel slecht zijn, volgens mij. Ja, dit is echt. Geef mij eens wat goeds of zo. Kijk, hier heb je dus helemaal niks aan. Hier heb je oprecht niks aan die gouden spelers. Oeh, hier wel. Kijk, nog een goed keepertje. Nog een goede, nog een goede. Kom. 99 van alle. Oh, mijn god. Yes, yes, yes. Boom. En dan wissel ik nu. Boom, 91 rating. Oké, kom maar. Dat was een pick, jongen. 99 Ronaldo heb ik nooit gehad. Nu is het avond, krijg ik hem ineens. Ik vind het opvallend, hoor. Boom, Figo. Ja, perfect. Figo is perfect. Jongens, 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 jongens. Nou, op met een 90 rating. Jezus. Nou, 90 rating. Klote spel. Op met de volgende draf. Oké, waar gaan we voor? Deze opstelling. Ja, dit wordt hem. Dit wordt hem, mensen. Dit gaat hem worden. Ik voel het. A few moments later. Nou, leuk. Leuke draf dit. Op met de volgende. Oké, 3, 4, 1, 2. Dit wordt hem. Dit wordt hem. Dit wordt. Ja. Ja. Denk je weer 90 rate. Weer helemaal niks. Ah, volgende draf. Oké, let's do this. 4, 2, 3, 1. Dit is hem. Dit is oprecht de opstelling die je nodig hebt. Oeh, 94 gulden. Let's go. Kom maar. Kom maar. Ik wil epische muziek. Ah, kut. Ja, daar gaan we. Kom op. Nee, nee. Nee, nee. Oh, mijn god. Oké. Okay. Nog epische muziek. Oh mijn god, nu gaan we ervoor. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Kante, Kante. Ik wil een Kante, ik wil een Kante. Oké, okay, Bino is ook goed. Marcelo, geef hem een Marcelo. Een Marcelo. Kom, Van Dijk. 95 Van Dijk, Van Dijk, Van Dijk. Oké, okay, we hebben heel veel chemistry al. Dit is heel goed. Ja, Inzaghi. Ja, die wil ik. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Boom. Oh mijn god. Oké, okay, oké. Okay. Krijg een Lehman. Die is 2 ratings hoger. We hebben Best. Wat kan ik daarmee? Ja, niet zoveel. Maar die is wel heel hoog. En ik heb gewoon rating nodig. Dus ja, ik ga voor Best. 91. Oké, okay. Chemistry gaat goed komen deze keer. Ik heb alleen gewoon die. Oh mijn god. Yes, 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 motherfucker. Wat is dit? Oké, oké, oké. Nu moet ik even naar gaan nadenken, mensen. En dat is niet mijn beste vak. Socrates is 89. Dat is de hoogste. Dus waarom zou ik er gewoon niet voor hem gaan? Oké, okay, ik kan dus 100 chem halen als ik wil. Ik heb alleen nog even goede spe. Oh mijn god. Oké, oké, oké. Boom. Oeh, 96 aan. Oké. Okay. Ik ben genaaid. Ik ben keihard in mijn kontje geboord. Hier heb ik Ronaldo en Messi. Dit is echt te ziek, jongens. Dat dit niks wordt. Op 2 net rating. Schiet ons nog niks meer op. Half dat nog niet gehaald. Oké, okay, maakt niet uit. Volgende draft. Ik zweer het je, ik krijg nu oprecht gewoon betere spelers. Het is waar. In de avond krijg je een betere draft. Het is een feit. Op naar de volgende. Ik heb er zin in. De volgende wordt, maar ik voel het. Oké, okay, let's go. Volgende draft. Ik ben helemaal klaar voor mensen. Dit wordt hem. Dit is mijn moment. Ja, kut zo. Hou voor deze. Ja, dit wordt hem. Dit wordt hem. Boom. Hoppakee. 98 Maradona. Dit is een begin. En gelijk door. Boom. Hoppakee. Silvers. Yes. Rechtsmid. Boom. Yes. Dit is fantastisch. Wat een begin, jongen. Ongekend. Nou, prachtig. Wat een begin.
Wereld! Fantastische draft! Ah, wauw! Is echt goed. Zo, is goed. Boom. Nou, goed dit? Jezus. En Marcel ook eigenlijk dan? Ja, natuurlijk. Elke draft hetzelfde. Boom. De Gea. Lekker. En met Del Piero. Goed dit. Ongekende kut eraf dit. Oké. Ik weet niet wat hier gebeurt ineens, maar. 92 rating ineens, oké. Nou, dus ik heb ook geen goede space meer op de bank om ze op te kunnen vangen. Deze slechte kutspelers. Dat is jammer, want voor de rest heb ik een best aardig team. Maar dit is natuurlijk weer kut. En hebben we weer geen goede draft. Op naar de volgende. Let's go. Volgende draft. Zaad. Gaan we een keer voor deze. We gaan voor alles gewoon een keer proberen, mensen. Boom. Inzaghi. Oh, jongens, dit is niet normaal. Kijk nou even. Dit slaat nergens op. Kijk, ik ga toch maar een keer met mijn bank beginnen. Want dit is echt ongekend. Hier, wacht. Kijk maar lekker een team. Selectie voltooien. Hier, maak hem maar. Wat slecht. Oké, op naar de volgende. En dan ga ik even op de bank beginnen. Oké, mensen, ik doe er nu nog één. En anders ga ik morgenavond verder. En ik ga nu dus beginnen op de bank. Kijk of dat werkt. 4-2-2. Daar gaan we voor. Oh, Maradona. Perfect. Oké, daar zijn we mee begonnen. Goed. Gaan we nu deze reserves doen. Boom. Nou, is gewoon kut. Boom. Is gewoon weer kut. Ja, ben ik gewoon eerlijk in. Oké, nou, was helemaal kut. Nu gaan we hier kijken. Nee, werkt goed. Fantastisch. Oké, nog eentje. Dan ga ik echt slapen. Oké, mensen, dit is niet gelukt. We gaan morgen verder. Ik beloof het jullie. Oké, ik ga nu slapen. Ik ben echt heel moe. Oké, doei. Oké, mensen, zijn we weer met meer FUTDRAFT. Yes! Ik heb eens een keer in de middag gedaan. Toen ging het niet zo goed. In de avond gisteren, wat jullie gezien hebben, ja, ging ook niet heel best. Dus nu zijn we gewoon 8 uur. Gewoon middenavond. Gewoon netjes middenavond. En we krijgen gelijk de 4-2-2 opstelling. Wat natuurlijk heerlijk is. Want nu krijgen we gelijk Maradona. Nee, dat krijgen we niet. Ja, Messi. Ja, we gaan gewoon voor Messi deze keer. Je zou wel zeggen, Koen, je moet toch een keer je 133 kunnen halen. Ja, dat denk ik ook. Maar ja, als je dan met dit allemaal begint, dat is gewoon niet heel best. Ik ben gewoon eerlijk in. Gewoon voor Dybala. Die had natuurlijk hier wel chemistry. Geen één icon tot nu toe. Donnarumma. Oké, 87 rating. Een van de slechtste tot nu toe. Ja, dit gaat hem niet worden. Mensen, dit wordt hem niet. Nee, dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem toch niet worden. Oké, wel 96. Ronaldo. Maar ja, daar heb ik nu helemaal niks. Zo. Hoppa, 91. Oké. Ik moet zeggen, deze spelers tot hier zijn best goed. Ja, dan krijg je weer dit. Jammer, maar helaas. De eerste draft om 8 uur 's avonds is niet heel goed. Maakt voor de rest niks uit, want ik ben een beast. Op naar de volgende draft. Matig begin wel. Let's go. Dit gaat hem worden, mensen. Dit gaat hem echt worden. We gaan gewoon een keer voor 4-3 aanval. We gaan er gewoon een keer voor. Eens even kijken hoe dat gaat. Vieira beginnen we mee met Messi. Ik ga voor die 99. Want ja, ik ben een beast. Links buiten. Oké. Neymar. Ja, dan moet ik eigenlijk wel voor Neymar gaan. Ja, ik ga voor Neymar. Het is een aardig begin. Niet heel bijzonder, maar aardig. Dan krijg je dit. Dan zit helemaal zaad natuurlijk. Maar maakt niet uit voor de rest. Boom. Oké, dit is wel lekker. Okay, ik heb gewoon oprecht 99 modus. Anders wordt het gewoon niks. Maar ik ga toch voor Modric. Op zich heb ik wel een aardig team. Daar ga ik niet over liegen. Het team is oprecht best wel goed. Chiellini. 35 Maldini. Dit is echt perfect. Oké, kom nu 35 Yashin. 35 Yashin. Yashin. 35 Yashin. Oké. Mensen, dit gaat hem worden. Ik voel het. 91 rating om mee te beginnen. Oké, let's go. Kom op. Geef me een goede. We hebben 91, hebben we wat aan 90 rated? Sala, nee. We gaan voor 91 Lewandowski, dat is prima rating. Ik heb wel hoge spelers op de bank, maar niet hoog genoeg. Hey, Van Persie, legend. Ja, weer slecht. Ja, ik word genaaid, man. Gast, ik had een dikke 91, ik zat bijna op 92, want ik heb nu nog steeds 91 rating. Rip in de chat voor de DNP Master. Ja, dit is niks. Dit is helemaal niks. Wat een zaadzooi. Wat een ongelofelijke zaadzooi. 190 draf, mensen. Maar het is niet voldoende. 190 is binnen. Maar het is niet voldoende. Let's go. Volgende. 4-2-2. Dit wordt hem met Maradona en Pelé. Ik voel het. Dit is hem. Oh, Lineker. Goed. Dit is een goed begin. Kom. Het is goed. Kom. 99 Pelé. Let's go. Oké, we gaan nu naar het bankie. Want nu krijgen we sowieso één slechte. We krijgen weer een goede. Oké. Marquinhos is wel aantrekkelijk. Maar ik ga toch voor Oblak, denk ik. Kom op, geef me een goede. Kom op. Moore. Oké, dit is goed. Moore. Maldini. Lekker. Oké, dit is perfect. Dit is echt perfect achterduo. Dit is echt heel goed. Marcelo. Ik ga het over 87 Alba, want ik hoop nog even op die team die hier Marcelo straks mee te pikken. Boom. 191. Ik heb 100 chemistry. Ik heb gewoon nu 100 chemistry. What the fuck? Als die zilver eruit is, jongen. Oh mijn god, geef me een goede CDM. Nee, ik ben genaaid. Ah, ik had die andere moeten kiezen. Ik ben genaaid. Ik heb zo slechte wissels. Ik word hier echt zo verdrietig van. Echt zo verdrietig. Weer een slechte wissel. Weer een slechte. En ik eindig met een kutkeeper. We hebben een 191 draft. 190. Wat een poepzooi. Ik haal gewoon niet de 191, omdat ik gewoon... Het kan niet. Dit kan oprecht niet. Hier word ik zo verdrietig van. Nou, weer 190. Fantastisch. 4-3-1-2. Jezus, wat slecht. Oeh, Eusebio. Minder slecht. Oeh, 96 Messi. Ook niet heel slecht. Neymar, 94. Dit moet een hele hoge worden. Oh, dit is beter. Dit is heerlijk. Dit is een heel goed begin, hoor. De spelers die ik heb zijn echt goed. Dit is dan wel weer jammer. Maar voor de rest, de spelers, 91 rating. Dat is echt goed. Krijg je Suarez. Ja, die is perfect eigenlijk, hè. Als we heel eerlijk zijn. Maldini. Oh mijn god. Oh my god. Moeten we nemen. Elke dag van de week. Ik wil gewoon alleen even 93 zien. Ik moet alleen maar even zien. 93. Let's go. Oké, gewoon vasthouden nu. Kwestie van vasthouden. Makkie. Oké, deel. Mensen hebben sowieso 92 rating. Dat is een begin. Goed begin. Dat is halve werk. Als we hier iemand krijgen een icon, dan ben ik binnen. Als ik een icon sentiment, ik heb nog twee kansen. Een icon sentiment ben ik binnen. Oprecht. Het is geen icon. Even kijken. Busquets. Nee, ik heb Kroos nou. Klote takkenzooi. Mensen, het kan nog 192 worden. Dan zijn we in ieder geval dichtbij gekomen. Oh my fucking god. Ik krijg hier echt,
echt herpes van. Hier word je niet goed van, even serieus. Dit kan toch niet? Oh, ik word hier zo droevig van. Ja, ik ga het gewoon niet halen. Nee, het gaat niet lukken. Oké, ik ga er nog eentje doen. Maar deze doet wel pijn, moet ik zeggen. Deze doet echt pijn. 4-3-2-1, daar gaan we voor. 4-3-2-1. Krijg je namelijk 34 Ronaldo, die we gewoon gaan kiezen een keer. Hiernaast krijgen we Vicini Junior, wat vorig jaar heel fijn was geweest, nu wat minder. Ah, anders hou ik echt nooit chemistry, dus ik moet wel voor best gaan. Oh, 99 Modric, yes. 37 Ramos, oké. Mensen, dit is wel iets wat even bijzonder kan worden. Ik heb eigenlijk nog een paar icons nodig, want ik heb eigenlijk, ja, dit is eigenlijk veel te slecht, hè. Maar ik heb in ieder geval zeker 3 goede spelers. En 37 Gea, dat is ook niet verkeerd. 32 rating, ik ben nog niet zo goed gestart volgens mij. Gauw Cancelo, die hier neer. Oké, ik heb echt rating nodig, want ik zit nu nog niet op de goede rating. Oh, ik krijg Cruyff, oh mijn god, dat is heel lekker. We hebben 33 rating, oké. Maar dan kan Alexander nu pakken, dan kan ik die hier neerzetten. Maar ja, ik heb het veel te slechte bank, dus het gaat echt... Oh my god. Even, misschien heb ik wel 95 rating. Mensen, dit echt qua rating. Ik zit echt tering goed. Maar ik heb gewoon nog niet de caps. Ik heb hier een middenveld. Als ik hier een middenvelder heb, een icon of zo, dan ben ik oprecht binnen, denk ik. Oh joh, ik zit gewoon dik 94 rating. Dat ik een speler kan toevoegen en dan steeds op 94 zit. Ik moet eigenlijk voor Sergio Roberto gaan. Dan heb ik hele hoge chemistry. Maar hoe klein is de kans? Ja, ik ga gewoon voor hem. Ik ga voor Thijs. Ik ga gewoon voor die rating. Dat had ik niet moeten doen. Ik denk dat dit een catastrofale fout is geweest. Oh mijn god. Oh mijn fucking god. Oh mijn god. Ik heb gewoon steeds 94 rating. Don't fuck this up. Oh mijn god, niet manen. Plus 6 cam. 93, kut. Nee. Waarom doe je dit nou? Nee. Ja, het gaat vertiefd worden. Ik voel het al. Nee. Ik ben er klaar mee. Ik ben er helemaal pestpleurig klaar mee. Dit was mijn moment. Dit was mijn moment, mensen. Check even mijn bank ook. Oh mijn god. Ik ben zo hard genaaid. Ik heb gewoon Cruyff op de bank. Ah, ik ben echt genaaid op een paar wissels, mensen. Ah, kloten. Ah, fuck. Zo dichtbij. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Volgende keer gaan we echt knallen. Ik ga echt de volgende keer 30 drafts erin gooien. Ik hoop je het leuk vond. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog. De vorige vond je echt fucking leuk. Hopelijk deze ook weer. Baal nog steeds van die vorige draft. Maar ik ga het halen. Wil je meer van mensen in de kan? Abonneer op mijn kanaal. Blijf het hoofd wanneer ik weer een nieuwe footdraft challenge heb geüpload. Wil je natuurlijk? Klik hier en hier voor andere videos van mij. En zie ik je bij de volgende video. Kijk je al meer de volgende keer. Doei. Later.